bij het programma van Gewest Friesland, van Omroep Friesland, waarin we dingen sjelitten, die het reportages benamen, die het sjelitten waren in het programma Van Gewest tot Gewest, de nationale televisie van 1964. En die reportages binnen in de meeste gevallen maken toch Johan van der Zee. En dus zitten we bij Johan van der Zee aan tafel om er nou eens even over te praten. En die reportages sjelitten, Joert hebben we een reportage, maar die is eigenlijk heel groot. Want dat hier stond natuurlijk elk jaar, dan zei ze Fries Festival, nou moet ik even een hele uitzending houden. Nou ja, elk jaar zit het weer om de vier hier, hè? Ja. Nee, maar het weer, dat kost dus in de redactievergadering, zei, er komt nou een Fries Festival. Ja. En dit is de gelegenheid om zien te laten wat er om cultuur in de provincie Friesland al heel wel net aanwezig is. En dit weer een hele, ja, hele bijzondere, vooral toch Abe. Ja. He, het grote spektakel van Jos T. Ja. In het stadion. Ja. Dus nou, de omroep had het doel heel dol uitstuurd nevens mij. Ja. Nou, wij hadden filmen. Ik hier zelf ooit met Abe praat. Dus dat weer mooi. Dat konden we echt nog broeken. Want in de tekst van het spektakel Abe is die een wordelijk ding die het Abendje mee zou zijn hier. Dus dat vond ik wel leuk. Ja. Nou, en weer dus ja, supernuver. En ja, nog meer dingen. Ja. Grote uitstalling in het Fries Museum. Ja. Ja. Dus het, ja, ik claimde dan echt een hele uitsturing. Maar het eer op het feit dat ja, de landelijke culturele programma's, die vonden dat maar niks. Nee. Die dienen dat net. En wij hier in Friesland altijd een extra cachet aan de zaak. Want het begon, en ik in 1994, altijd met één man, Eerts Willemsma. Met deze aardappel wil beeldend kunstenaar Eerts Willemsma een groet brengen. Een groet aan de wereld. Un salut au monde. Dat is namelijk het motto van het Friesk Festival 1995. Aan kunstenaars uit de hele wereld is de vraag gesteld om met liefde, verwondering en angst om zich heen te kijken. En dat gebeurt nu in een museum, in een circustent, in een voetbalstadion en bij een performance zomaar in een weiland. Kunnen we het niet ontvangen? Luid en duidelijk. Nou, jouw eerste richting maar even. Plaats daar nog zandje centimeter van mij aan, Pieter. Nog zandje centimeter. In dezelfde richting werd nou iets tegen. Nee, nee. Is dit het middelpunt? Dit is de geografisch middelpunt van Friesland. Wees nou de tegenstelling. Mooi. We hebben ook nou even een performance te doen. Je weet wat het is, de performance. Het is een ietsje te zeggen creëren. Het is mijn leefde te maken, absoluut. En het zal nou barren. Dan tel ik tot zon. En op de zon tel, draag ik mijn gedicht voor. Pak mijn koos aan. Pak mijn koos aan. En feel die energie. Feel die energie. Oké, daar komt er. Ian. Oh, Sijs. Bieten. Zon. Bieten. En nou het gedicht, en nou het gedicht. Freeze! Oh. Salut au monde. Een groet aan de wraad. Vanuit het middelpunt van Friesland. Een middelpunt wat zo voortreffelijk beeld jouwt van wat Friesland feitelijk is. Vruchtbare en rijke groen. De sfeer van het landschap, de Lietse dwarpen. Salut au monde is de naam van de tentoonstelling die in het kader van het Fries Festival in het vernieuwde Fries Museum te zien is. De naam Salut au monde is ontleend aan het lange gedicht van Walt Whitman dat Tjebbe Hettinga in het Fries vertaalde en op de openingsavond van het festival voordroeg. Wat jost, Walt Whitman, waar binnen ja die tijd de groetnis doch en die tien in een oude oren tijd de groetnis doch. Ik zie een groter wonder door de rond te raaien. Ik zie verlietse pleetsen, boskippen, punfans, sjerkhaven, feinsnissen, fabrieken, paleizen, klinten, hutten van barbaren, tinten van nomaden op de boetekant. Ik zie het pad in het schaap, ton in de kant, het sliepen. Ik was al een tijdje in het werk van Whitman verdiept en ik kwam dat prachtige gedicht Salut au monde tegen, waarin schitterend naar de wereld gekeken wordt, kinderlijk, naïef, onbevangen. En
Ik heb toen voorgesteld om met dit gedicht in zee te gaan, om het als encyclopedie te gaan gebruiken. En ja, er waren kunstenaars voor te vinden. Het is een heel breed thema wat Whitman daar bezingt in dat werk. Een blik op de wereld, naar de wereld luisteren, naar de wereld kijken. En daar zijn toch wel veel kunstenaars voor te vinden, voor deze mentaliteit. Op de tentoonstelling staat het Fries landschap centraal, zoals het is geschilderd door Friese kunstenaars en nu, voor het Fries Festival, door speciaal uitgenodigde buitenlandse schilders, zoals de Ier Steffen McKenna, die in Gaasterland terechtkwam. De Canadese Wanda Koep dwingt de kijker met een oranje stopteken aandacht aan het Friese landschap te besteden. I stayed in this little in a farmhouse and spring was coming, it was May, and I would look out the window and all I could see was green. Green, 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 green from every window. And it looks like an ideal kind of landscape, but the canal or the river is so straight. And then it moves a bit to the windmills, the windmills, and then to a kind of industrial view, and then to the Afsluitdijk, where the water becomes the land and the land becomes the canal. Wij zijn hier op de tentoonstelling waarbij dus Friese kunstenaars Shell litten hoe ze dat Friese landschap te uitdrukking brengen kennen. En tegelijk zorg je dat boetelandse schilders daar op hun wijze op reageren. En dat is nieuwsgierig, dat is een iepe vorm van jezelf inbrengen. En natuurlijk is die vraag groot, maar je verliest het je stroepen onder als je net weet waar jezelf stingen. Goedemiddag, dames en heren. Mede uit naam van het bestuur van de VV Heerenveen heten wij u allen hartelijk welkom hedenmiddag 7 mei 1950 op het gemeentelijk sportpark bij deze derde wedstrijd in de kampioenscompetitie. Een bijzonder woord van welkom. Het meest in het oog springend onderdeel van het festival is het voetbal- en theaterspektakel Abe in Heerenveen. Abe Lentzer is namelijk een man die een hele naïeve kijk op de wereld heeft. In mijn gevoel, dus naïef is dan een positief woord voor mij. Dat is een man die geconcentreerd is om de woorden van Freek de Jonge te hellen. Die praat samen over Abe. Een man die het heel bot onwezig is op het moment dat er is en zijn intuïtie daarin volgt. En dat is wat Walt Whitman maar zien poëzie ik wel. Hij beneemt alles wat er is in een intuïtieve, maar absoluut wier een momentaan onwezige houding. Nou, dat is Abe Lentzer. Het is met trots, met blijdschap en met het volle vertrouwen in de toekomst van ons vaderland dat wij nu kennis mogen geven van het huwelijk van onze dochter kroonprinses Juliana en haar verloofde de heer Bernard van Lippe-Biesterveld. Grote tent op een industrieterrein bij Leeuwarden treedt de meme-groep Suvernuver op met artiesten uit de hele wereld in Circus Whitman. Oh.
En op de openingsavond in de Leeuwarder Harmonie liet Peter Siebinga zijn gedichten zien en horen. Maar het belangrijkste vers van het festival blijft dat van Whitman. Ik zoek de baan van de spoorwegen van de Ieren. Ik zoek in Groot-Brittannië, ik zoek in Europa, ik zoek in Azië en in Afrika. Ik zoek de elektrische telegrafen van de Ieren. Ik zoek de gloeistremen van het ijs van de oorlogen. Deren, verliezen, winsten, de passies van mijn ras. Ik zoek de strepen van rivieren van de Ieren. Ik zoek de Amazone en de Paraguay. De vierde grote rivier van China, de Noord, de Gele rivier, de Yangtze en de Peer. In Media Mundi brengen kunstenaars, ieder met een eigen medium, een groet aan de wereld. Die groot aan de verhaal, dat gaat dus van Leeds naar groot. He, dus van een band die zijn naam was groot van iets Willems, maar Akrum, geboren he, Akrum, Utengerdeel, Friesland, Nederland, Europa, de Vraat, het heelal. Zo kan je als band kan je dat benaderen. He? Willemsma wil aardappelen aan Europese schaatsers schenken. Ik word dan een peer redens, gestileerde redens of retiges. Die woe ik in de vorm van je rappels ergens graag. Hè? Nou, dan ben we naar de kooi gegaan. En dan hebben we vregen om onze kooi, als wij wat wankoen eventueel mee, die je rappel van hun. Hij is die hier te horen, kunstwerk. En met je rappels. Nou, vind ik, zei ik, ja, dan wel. Ik vond het zelf het verhaal, want ik snapte er toen nog helemaal niks van. Ik dacht, je rappels en kunst. Maar ja, toen hij dat vertelde. En het Ierse en het emotionele van de redens en het Ierse van de rappels. En dan kan hij dat zo mooi vertellen. Nou, toen viel ik helemaal om. Toen dacht ik, ja, dat mag wezen. Altijd kleren. Ze krijgen dus die rappels en die worden verpakt in een trui. Dus er komt een plastic kloot omheen en daar doen we een trui omheen. En zo dat die brood erheen is gestuurd. Dus ze hebben dan, en op die trui dus die het, dan heb je een model van, mag ik even zien. Je moet dat er even wat hebben. Nog een keer hier, even zien hier. Ja. Dan ga je de ontwerpen, de liedje ontwerpjes. Draai maar even. Ja, dat is dus. Dit is de achterkant, dit is de voorkant. Op de voorkant stuurt dus Salomonde de Frieslander. En dus dat is dan de rappeltje krijgen. En op de achterkant zit dan Friesk Festival 95, maar mijn naam eronder. Nou, en dan is de bedoeling dat ze die rappels. Ze kunnen ze zo opeten, maar ze kunnen ze weer zetten. En Abu! Ja? 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 Abu! Abu Lenstra! Abu Lenstra! Asi! Asi? Si! Ja! Io porto nome Salvatore Malatesta, io sono presidente de Fiorentina. Wij waren vroeger dus top amateurs, helemaal amateurs, er gebeurde verder niks mee. En nu verdien je veel geld ermee. En dat had ik ook wel meemaken wild, jawel. Je hebt veel aanbiedingen gehad. Ja, natuurlijk. Ik heb dus wel aanbiedingen gehad, maar daar ben ik dus niet op ingegaan. Dat is een verhaal allemaal van de, nou, dat is te lang, om dat overal op uit te wijden. Ja, naar blanco checks en... Ja, dat mocht ik zelf invullen. Blanco check? Blanco check! Daar moet ik eerst met mijn vrienden en mijn vrouw over praten. Scusa. Daar moet ik eerst met mijn vrouw en mijn vrienden over praten. Scusa.
Daar moet ik eerst met mijn vrienden en mijn vrouw op praten. Sì! Ha capito! Arrivederci, domani mattina! Sì! Beste! De serene broederschap van filosofen, je de opbouwendheid van mijn ras, je de uitkomsten van het hoekhouden en de werperis van mijn ras, je rang en stam, kleuren, barbaaskens, beschavingen. Ik jou mij onder haar, ik meen mij zonder onderskie en ik groet je alle bewenners van het Ierde.1951 en nu ben ik al inne. Heerenveen blauw-wit, Heerenveen blauw-wit zonder Abel Enstra. Competitiewedstrijden, kampioenscompetitiewedstrijden, Abe, Abe. Wij vechten voor elkaar. Wij verdragen het als een ander een zwak moment heeft. En wij lopen zelf liever één stap sneller dan dat wij gaan lopen schimpen. Vrienden, ik spreek tegen jullie van hart tot hart. Je probeerde van hart tot hart iets kwijt te raken wat je meende dat een club als Heerenveen moest wezen. Je wou het eigenlijk ideeel gesteld. Een leerschool voor het leven maken, die voetbalclub. En dan gebeurt er iets wat denk ik heel dicht bij de ziel van Noorderlingen light of van überhaupt van mensen die denken dat ze geen kans niet leven hebben. Of misschien echt in de werkelijkheid zelfs geen kans niet leven hebben. Namelijk, hoe realiseer je jezelf? Hoe word je jezelf dat je binnen? Nou, daar maak je dan een hele grote spektakelvoorstelling omheen. Maar ik denk dat het basisgevoel is dat toch dat losersgevoel. Dus ik de scène waar ik zelfs het meeste moeite mee aan heb, is de scène waarin hij in het Nederlands elftal op een gegeven moment zei, als Noordeling moet je twee klassen beter wezen. Omdat gewoon Tatian, dat A, je gevoel is en B, de werkelijkheid is. Klinkt dan. En daver het ver in het rond. Abe, dat was toch nooit meer selecteerd? Nou komst toch nooit weer in het Nederlands elftal? Nee. Ik ben een Noorderling. En hij een Noorderling werd net lusteren. Een Noorderling moet altijd twee klassen beter wezen. Wij willen graag eigenzinnig wijzen, Abe Lenstra, wie het? Die zien dingen. En het denk ik dat het belangrijkste is hier in Friesland, is dat hij op een gegeven moment van we kregen om dat Grutte Amsterdam, wat ze vier voort is in de jaren 50, om dat te verslaan, om Ajax te verslaan. Thank you.
vuisten ballen. En die een kracht ontwikkelen die de tegenstander eenvoudigweg tegen de vlakte smijt. Wat een explosie van de geest. Wat een prestatie op dit mystieke terrein. Wat een bovenmenselijke inspanning. Wat helpt dan nog? Lijndekking, mandekking, stoppers, veldsysteem. Het zijn de mysterieuze krachten in de sport. Hey, die Friese ploeg die verslaat het grote Ajax en... Dat wie een skerig verhaal, want Ajax kent elke nien. En die wedstrijd Jereveen Ajax, dat werd ik in de rand zet. En dat is heel skerig. Elke nien herkent in feite de strijd van een Lietse ploeg. Als Jereveen is, een onbekende ploeg in Europa. Met het grote, machtige Ajax. En elke nien denkt, eigenlijk hoop je wel dat Jereveen wint. En de laatste keer dat Ajax in Jereveen spelen, wie het treien. Lest hele oude nog zimmer, dus het komt nog wel een keer goed. Dan op het draagvlakken van Skiereiland en op heringsletten rotsen om daaruit te roepen. Salut au monde! Hokkersternek werd het lucht op de warmte inkringt. Die sterren kring ik zelf zien. Alle eilanden met de vogels de wjokken uitslaan, de slaan ik zelf de wjokken uit. Nou, je me alle jij. In de naam van Amerika, doch ik de jocht de hand omheen, maak ik het teken om nooit meer voor altijd in het zicht te blijven, voor alle meerskips rond naar Westen van de mensen. Fries Festival in 1995, ik zei al, het begon met iets films, maar niet een bintje, een belangrijke keusding, ja. Van, maar dit ging met name over Abe. Nou had bij Abeletter had er nog een financieel fiasco geweest, ja. Want het was natuurlijk een hele dure handel daar in het Jereveenstadion. Door hem dan dat ik dan wat aan? Van, nee, dat hadden wij net niet. Nee, daar winnen we dan, krijgen we net genoeg actualiteitenrubriek voor. Ja. Dat hebben we net niet. Nee. Maar gelukkig dat dat alweer goed kwam is. Rijtse Ketelapper, onlangs verstaan, die had dat alweer regelen. Maar mooi ding, nou, dat is prima voor het koor kwam. En Abe wie natuurlijk een uiterst mooie voorstelling. Ja. Dat kun je samen ook eens zien leren. Zeker. Ja. Vooral het slot met de koordanser daar boven het stadion. Ja. Het Fries Festival in 1995 in het programma Gewest Friesland. Oren keer ben we er weer met orenbeelden van gewest tot gewest. Onder andere dag.